Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van de voetbalvoorspelling. We gaan het hebben over afgelopen week en natuurlijk de komende week. Gaan we het eerst eventjes van de afgelopen week kijken hoe goed dat we het hebben gedaan. 0-2-15, ja, kijk natuurlijk Champions League en dat altijd soort dingen. 10-2-10-0-2-8-0-10 punten. 3-2 voorspeld. Het werd dus ook uiteindelijk 3-2. Dus Atletico Madrid en Feyenoord. Ik zeg je, dit was echt wel een hele geweldige pot. Ik heb er echt van genoten vorige week. 0-5-2-0-2-7-7. Dus totaal 70 punten. Champions League, dan hebben we natuurlijk Conference League. 70-tal 87. 7-2-2-10-2. 2-6. Dan hebben we nog 7. Dan 0-2. Ja, dus 16 punten. 10-0-2-0. Dus het tik wel wat aardig aan. Ook behoorlijk wat 10 punten hoor. 0, 10, 7. Kijk, 72 hier. Kijk, 3 keer 10. Dus er zijn alweer 30. Dan hebben we totaal 87. Eredivisie 0. Eredivisie heb ik dus 5. 10, 0, 0, 0, 0. 2, 2, 2, 0. Dat hebben we niet echt lekker gedaan. Hier 0, 10. Volledig goed. 6, 2, nog een keer 10. 5, nog een keer 10. En 0. Dus we hebben echt zeker 3 keer 10 en dus in totaal 45 punten. Dus dat is ook behoorlijk goed hoor. Dus zo scoren we echt goed. Zo hebben we in de keukenkampioen divisie afgelopen week niet veel gedaan. Goed. Maar laten we dus dan van 9 tot 15 oktober eens even pakken. En dit wordt nog allemaal gedaan. Dit is dus allemaal vrijdag. We beginnen natuurlijk hier dit. We moeten tot hier invullen en dan kijken we wel weer verder. VV tegen Roda JC. Een derby. Ja, die wil je natuurlijk altijd winnen. Roda doet de laatste tijd goed. VV wat minder. Dus dat is wat jammer. Maar ja. Het is toch ja. Het kan toch wel een spectaculair worden. Dus ik zeg je toch dat het 2-1 gaat worden. Wie zullen we doen? Cosidis is er niet bij. Laten wij voor Alouche gaan. Bij Roda gaat dat. Old Cheek. Bulgarije tegen Litouwen. Laten we dit dan even maar eens even invullen. Ja. Die moet gaan. Telstar speelt nog tegen MVV. Dat wordt 0-1. Italië, Malta. Dat moet toch een ruime overwinning worden voor Italië. Hongarije tegen Servië. 2-0. Denemarken wint met 3-0. En dan hebben we Willem II tegen FC Den Bosch. Laten we het op 0-1 nou voor Den Bosch. Waarom niet? Het is toch ook een Brabantse derby. Dus ook wel, ja. Ook prima. Dus het gaat ook allemaal goed. Nou, Georgië tegen Cyprus. Dat wordt dus 2-0. Dan hebben we Cambuur tegen NAC Breda. Cambuur, de trainer, is ontslagen. Dat hebben we vandaag pas gelezen. Het is bij mij maandag. Dus ja, ze moeten een trainer zoeken. Maar ik denk toch dat ze krap met 1-0 gaan winnen. Goed. Dan gaan we even dit nog even invullen. En dan komt het helemaal goed. Zwitserland tegen Wit-Rusland. 3-2-2-4-0-3-1-0-1-1-1. Dat is in ieder geval op. Hoezo is Israël tegen Zwitserland uitgesteld? Nou goed, we zullen het zien. Hebben we dan nog van 16 tot 22 oktober. Dan hebben we natuurlijk ook nog wat staan. Tot hier. Dus deze moeten we nog allemaal gaan doen. Dan vullen we het dus tot hier in. Tot alleen deze. Dus dan moeten we deze lijst nog invullen.
Wat valt wel mee goed. Griekenland tegen Nederland. Dat moet Nederland winnen met 3-1. Als je van Frankrijk verliest, dan ja, dat wordt wel heel moeilijk, hè. België doet goed, moet ook doen. En dan gaat Portugal met 3-0 winnen. IJsland wint met 2-0. Luxemburg gaat een magere 1-0 pakken. Dan hebben we deze WK-kwalificatie Azië. Interesseert me niet. Guam tegen Singapore. Ja, ik weet niet wie er gaat winnen. Dat weet ik echt niet. Die Cambodja 1-2. Sri Lanka tegen Jemen. Dat zijn toch ploegen die eigenlijk nooit op het WK komen. Bangladesh tegen Maldiven. Tegen Nepal 1-1. Brunei tegen Indonesië 0-2. Maar kijk, dit is Europa, dus dat is beter werk. Dat kan natuurlijk allemaal, maar wat dan in die kijk, in Azië is, ja. Daar heb ik echt geen idee van. Noord-Ierland. Slovenië 0-1. Dan hebben we Venezuela tegen Chili. Paraguay 2-0. Ecuador tegen Colombia 0-1. Hier voor de 2-2. Peru tegen Argentinië 1-3. Goed, dit gaan we nog allemaal de volgende keer wel doen. Dan gaan we eens even kijken naar mijn posities. Hoe is dat ik natuurlijk ben? Ik ben flink omhoog gegaan. Champions League omhoog gegaan. Conference League omhoog gegaan. Heb ik dus 2105. Hier op Conference League sta ik 961. Dus dat is goed. Eredivisie op de 2238 plek. Europa League op de 1000ste 8 plek. Net niet de top 1000. Dus dat is jammer. Maar goed. Daar weer 307 punten naar bij. Maar natuurlijk het kwalificatie gaat. Dus dit zou omhoog kunnen gaan. Maar dat zullen we zien. Ik ga het hier eens belaten. Wij zien elkaar natuurlijk volgende week weer terug. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot volgende week dan weer, hè, jongens. Mazzel!